Meneer Berenpoot, kunt u ons meenemen op deze reis? Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedank ik de ChristenUnie, de BOM, PW 2010 en Hart van Medeblik voor hun steun. Exact een week geleden heeft de informatieavond in Sporthal de Dars te Werfershoofd plaatsgevonden. Deze avond was een groot succes en waardoor een kleine 200 gasten, die voor een belangrijk deel ook actief aan de discussie deelnamen, bezocht. Deze avond bevestigde wat we allemaal eigenlijk al lang weten. Namelijk dat er een grote behoefte aan woningen voor alle doelgroepen, maar met name voor starters, bestaat. Deze informatieavond zou zinloos geweest zijn wanneer er geen gevolg op zou komen. Het college zit in een spagaat omdat ze een eerdere opdracht van de Raad moet uitvoeren. Wij zullen het college dus een nieuwe opdracht moeten meegeven om het alternatieve plan onderzocht te krijgen. Onze motie is er dus puur en uitsluitend op gericht om het zeehoekplan onderzocht te krijgen. We hebben zowel de dorpsraad van Werfershoofd als ontwikkelcombinatie de Zeehoek gevraagd of ze onze motie zouden kunnen ondersteunen. Beide hebben bevestigend geantwoord, waarbij de heer Visser van de dorpsraad nog opgemerkt heeft dat er ook hard aan een, en daar hebben we het weer, burgerinitiatief gewerkt wordt. Wat ons betreft hoeft het niet zo ver te komen en wordt vanavond tot het aanvullende onderzoek besloten. Dank u wel. Ja, dank u wel voor uw toelichting. Doen we ze één voor één? Ja, maar dat gaat over het zwembad en dit gaat over woningbouw. Nee, we blijven even bij B. Dan ga ik de eerste ronde openen. Ga ik maar zo. Meneer Meester, wilt u beginnen? Ja, graag, voorzitter. Dank u wel. Om maar met de deur in huis te vallen, ik vraag collega Berenpoot en de mede-indieners de motie aan te houden. En waarom? Omdat er nog geen plan concreet ingediend is. Er wordt gesproken over een zeehoekplan. We kennen allemaal de presentatie. Vorige week heb ik dat ook gezegd tijdens die avond in de Dars in Werfershoofd. Prachtig plan. Te mooi om waar te zijn bijna, zou je denken. Maar daar komt het wel gewoon op neer. Het plan is niet ingediend. Dat heb ik de initiatiefnemers ook gevraagd. Maar ja, de reden die erachter zit, weet ik niet. Want ik denk, als je het ergens over wil hebben, dan moet je een concreet plan hebben. Nou, verder denk ik dat de drie punten in het verzoek tot het college niet helemaal kloppen. Want er wordt gesteld of gevraagd om zo spoedig mogelijk met de provincie in overleg te treden. Voor wat betreft de Zeehoek, het Zeehoekterrein, hoeft dat helemaal niet. Daarnaast, bij punt 2 hebben we het over het Zeehoekplan te laten informeren en de mogelijkheden te onderzoeken. Maar er zijn ook nog aanbestedingsregels. Dus dat is tegelijkertijd een vraag aan de wethouder hoe dat precies zit. En bij puntje 3, het zwembadbestuur wordt verzocht om de renovatie van het zwembad op te schorten. En mijn vraag is, of onze vraag is, of dat wel de goede vraag aan het zwembadbestuur is en niet aan het college. Zomaar 3 vragen in de eerste termijn. Voor nu. Dank u wel. U ook bedankt. Meneer Zuilenmaker. Ja, dank u, voorzitter. Ook maar even de inhoud van de motie afgaande. Ik was ook vorige week donderdag in de gelukkige omstandigheid om het feest mee te maken in de Dars, laat ik het zo maar zeggen. Het was inderdaad indrukwekkend hoeveel mensen er waren. Ik denk dat na het verhaal van mevrouw Van Lange, als we toen pauze hadden gehad, dat de helft vertrokken was. Want die kwam met de boodschap dat deze woningbouwplannen, dat het wel 2, 3, 5 tot 5 jaar zou kunnen duren. En daar op zo'n reactie zaten ze niet te wachten. Dat was wel duidelijk in ieder geval. Maar goed, dat is even terzijde. Voorzitter, als ik kijk naar de motie, alles wat er onder constaterende dat staat, daar zijn wij het helemaal mee eens. Ik bedoel, laat het buiten kijf zijn dat wij, ik zal niet zeggen, maakt niet uit waar je woningen bouwt, want dat is natuurlijk niet zo, maar alle woningbouwplannen die op dit moment bekend zijn, daar zijn wij allemaal voorstander van en het liefst morgen klaar. Ik bedoel, en ik denk dat voor alle, of bijna alle fracties zo geldt. Maar dan kom ik inhoudelijk. We hebben het net ook weer gehad over te weinig capaciteit, geen geld. Nou, er staat er onder overwegende de gehele raad afgelopen jaar op geëigende momenten aandacht voor het woningtekort gevraagd heeft en aangegeven heeft om bereid te zijn om het hiervoor benodigde budget
voor het aantrekken van de benodigde extra ambtenarencapaciteit beschikbaar te stellen. Nou, ik denk dat dat budget inmiddels weggevlogen is of iets anders. Want er is op dit moment, denk ik, ook voor dit soort zaken geen budget. Dus ik bedoel, dat kan op dit moment niet kloppen. Dus, maar misschien heeft de indiener andere informatie, dan hoor ik dat graag. Vervolgens, voorzitter, bij de derde bullet staat ook het door ontwikkelcombinatie die Zeehoek voor het Zeehoekterrein uitgewerkte plan bijzonder aantrekkelijk is en ons inziens dan ook een kans verdient. Ik heb de heer Berenbout aangegeven verschillende keren dat als het gaat om het Zeehoekplan, daar staat in een nieuw zwembad op die locatie. Nou, we hebben in het verleden uitgebreid met elkaar gediscussieerd en we hebben voordat we uiteindelijk dat weer afgeketst hebben en gezegd hebben we gaan voor renovatie van het bestaande bad, hebben we destijds gezegd dat zwembad moet op een andere plaats komen, want het moet bereikbaar zijn voor alle inwoners in onze gemeente. Dus dat stukje, dat als we nu met z'n allen, ja, tuurlijk vinden ze dat in Werven zelf prima als het zwembad daar komt, maar daar doe je ontzettend veel andere inwoners van de gemeente tekort. Dus ik vind dat los van elkaar gezien moet worden. Even kijken hoor, dat was inderdaad die opmerking en dan eigenlijk andere opmerkingen wat mijn buurman gezegd heeft. Dat wij dat zouden moeten onderzoeken dat de opdracht aan het zwembadbestuur, ja, daarvoor moet je bij het college zijn. Wij hebben een raadsbesluit genomen en het college opgedragen te gaan renoveren. En als we vinden dat het niet meer moet, nou, dan moeten we het college opdragen om daarmee te stoppen. Dus dat lijkt me ook zuiver. En nou ja, de grote opmerking wat gezegd is, er is helemaal geen plan bij de gemeente. Dus laat eerst dat plan ingediend worden en dan gaat het de molen in. En dan zal er op enig moment wel naar gekeken worden. Dat in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel. Meneer Beuk. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ja, allereerst wat ook al door de heer Meester en de heer Zijlmaker is gezegd, we willen natuurlijk hier raadsbreed aan de gang met woningbouw, ook voor Wervershoofd. En ook de constateringen die de heer Berenbout beschrijft in deze motie, ja, daar staan we natuurlijk volledig achter. Echter, als je naar de inhoud kijkt van deze motie, ja, dan helpt die deze in onze ogen totaal niet om de woningbouw te versnellen. Integendeel zelfs. Het vertraagt eigenlijk alleen maar de woningbouw in Wervershoofd. En als je dan echt naar de inhoud gaat kijken, naar de verzoeken en de overwegingen van de motie, ja, dan hebben wij het idee dat de VVD Oost-Indisch doof is voor hetgeen wat uw eigen wethouder continu roept over bijvoorbeeld de tegel en de gesprekken met de provincie, lijkt het meer op een motie van wantrouwen. En dat vind ik eigenlijk best wel schokkend. En ik heb mevrouw Verlangen vaak genoeg gehoord over de gesprekken die zij voert met de provincie om de boel vlot te trekken aan die kant. Maar daar heeft u blijkbaar geen boodschap aan. Dan de overige punten die u verzoekt om inderdaad zo snel mogelijk in contact te treden met de ontwikkelcombinatie in plaats van andersom. Dat lijkt me een niet de handige weg, ook niet voor de ontwikkelcombinatie zelf, omdat je daarmee wellicht deze partij zelfs buitenspel gaat zetten. Dus dat is ook nog een punt van aandacht. En daarnaast, voorzitter, inderdaad wat ook al door de heer Zijlmaker is gezegd, punt 3, het zwembadbestuur, dat ligt niet bij het zwembadbestuur, daar gaan wij over. En wat ik tot slot, voorzitter, wil meegeven en wat ik hierin wel jammer vind, is dat de VVD bepaalde verwachtingen wegt bij onze inwoners. Met name omtrent een nieuw zwembad op deze locatie die hoogstwaarschijnlijk niet realistisch is. En die we allemaal heel graag zouden willen, maar die gehuidigde situatie rondom onze financiën gewoon niet kan. En daarmee vind ik, komt de geloofwaardigheid van onze lokale politiek onder druk te staan. Dus ik vind dat een schadelijke ontwikkeling, voorzitter. Tot zover. Meneer Neefjes, wat wilt u opmerken? Een zinnetje of 30 misschien wel. Wij zijn mede-indiener van deze motie, omdat wij vinden dat er zo snel mogelijk in Wervershoofd gebouwd moet worden, maar ook zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen richting de inwoners van Wervershoofd en ook naar onze raad. Duidelijkheid voor wat betreft de haalbaarheid van deze plannen en in hoeverre ze op de voorgestelde manier zijn te realiseren. De woningnood is hoog in Wervershoofd en daarom willen wij dat de wethouder na gesprekken met provincie en de ontwikkelcombinatie absolute duidelijkheid kan geven over de volgende vragen. Ten eerste, de gepresenteerde cijfers, CQ-bedragen met betrekking tot het zwembad. Hoe reëel zijn die en kan het college die onderschrijven?
Kan de gemeente bijvoorbeeld buiten de Europese aanbesteding en dergelijke om zo'n project gunnen aan een ontwikkelcombinatie? Hoe verhouden de plannen van de Kaag, de Tegel en de Zeehoek bij elkaar opgeteld zich ten opzichte van de beschikbare contingenten? En een vierde, wie of wat gaat een reële grondprijs bepalen voor de gronden van de Zeehoek? En kan een zwembad wellicht voor hetzelfde bedrag aan de Westrand gerealiseerd worden? Voorzitter, dit zijn zomaar wat vragen die wij op korte termijn beantwoord willen zien. De VVD heeft in deze het voortouw genomen, maar wij vinden dat zo'n initiatief wel gepaard moet gaan met realiteitszin. 3,5 jaar gebeurt er weinig op het gebied van woningbouw. En nu een half jaar voor de verkiezingen regent het in elke kern plotseling huizen. Wij willen de bewoners geen worst voorhouden om die na de verkiezingen zelf op te eten. Dus middels deze motie willen we duidelijkheid voor iedereen en voor de mensen in Wervershoofd en wel op korte termijn. Nee, dank u wel. Meneer Meester, wilt u nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk deze motie, er zitten wat haken en ogen aan. En daar wijst niet echt de juiste weg in die motie. Maar we kunnen als raad dat natuurlijk ook recht gaan zetten in plaats van oeverloos negatieve kritiek uiten op de motie van meneer Berenpoot. Waar het om gaat is dat er woningen moeten komen. En we kunnen wel oeverloos zitten te discussiëren over het zwembad links of rechts van Wervershoofd. De plek van het zwembad is juist de juiste plek. En waarom? Omdat die geothermie daar zit. Een betere plek is er niet. En wat bereikbaarheid betreft, ze komen uit heel West-Friesland juist naar dit zwembad om hun kinderen te laten leren zwemmen. En dat is een belangrijk punt waarom wij een goed nieuw zwembad moeten hebben. En waar hij precies komt, dat maakt in principe niet uit. Maar dit is op het moment de geëikte plek. En bij de raad, we moeten ook als raad constructief, moeten we dit plan gaan onderbouwen. Want er moeten woningen komen. Vanmorgen stond er in de krant, in Grotebroek, er waren 7 nieuwe huurhuizen, er waren 1280 liefhebbers voor. In die situatie zitten wij nu in de hele gemeente Medemblik ook. En we kunnen hier wel natuurlijk hier al oeverloos gaan discussiëren over van alles en nog wat. Maar dan zitten we over 5 jaar nog zonder woningen. We moeten juist constructief met elkaar dit plan tot een goed plan maken. En of het nou linksom of rechtsom gaat, we moeten het echt samen doen. En als we dat niet doen, dan staan er over 5 jaar nog geen nieuwe huizen in Wervershoofd. Denk er maar even goed over na. Nee, ik... Nee, ik kijk naar Martin Menger, maar die moet het opschrijven. Die moet het opschrijven, ja. Dus sorry, Siem, dat ik langs je heen kijk. Maar goed, jongens, we moeten toch samen wat doen aan de woningbouw. Kijk, de Tegel, die is over 5 jaar nog de Tegel. Dat duurt echt, dat is een procedure, die duurt echt 5 jaar. Maar de Zeehoek, als we echt koppen met spijkers slaan, dan kunnen we met een half jaar dat bouwen. En met deze bouwcombinatie, ja, ik sprak hem verkeerd uit. Maar met deze bouwcombinatie moeten we gewoon stappen maken. Dat moeten we gewoon durven als gemeente. En we moeten het uit handen geven. En dat de organisatie dus daar niet mee belast wordt. Alleen een controlerende functie krijgt. En dat we over een half jaar eindelijk eens kunnen gaan bouwen voor de inwoners van Medemblik. In welke verlopen blad? Dank u wel voor uw betoog. Mevrouw Visser. Ja, voorzitter, dank u. Waarom ons... Ja. Waarom ons logo erbij staat. En, even terugzoomen. En ik neem even de woorden van de heer Beuken ook even mee. Even toch wel even scherp naar de wethouder, wat natuurlijk mag. Maar de wethouder heeft ons eigenlijk gevraagd. U heeft mij opdracht gegeven om te gaan renoveren. Wilt u het anders, dan zult u mij een andere opdracht moeten gaan geven. En zo zuiver is het, hè?
En daarom is die motie van gemeentebelangen waarschijnlijk iets zakelijker. Die geeft inderdaad het college de opdracht om de renovatie te stoppen. Kan niet het zwembadbestuur. Moet ik eerlijk zeggen, heb ik ook niet gelezen. Maar dat heeft nu een punt. Maar de motie die hier voor ligt is eigenlijk als je de combinatie doet. Stop met renoveren en geef dit plan de kans die het verdient. Dan gaan we weer terug, net als met de skatebaan. Alleen er komt geen crowdfunding in en dat soort zaken natuurlijk. Maar dit plan is niet ingediend. Daar kun je ook naar kijken, van hoe kan je dit beoordelen. Als de motie van de gemeentebelangen aangenomen wordt, stoppen we de renovatie. En dan moet er toch iets gaan gebeuren. En die avond van Wervershoofd gaf inderdaad, ik vond het een bijzondere mooie avond ook. En de noodzaak is hoog, maar dat weten we ook met z'n allen. Maar het was mooi om dat van de jongeren zelf te horen. En toen werd het plan getoond. En ik moet eerlijk zeggen, ik was gecharmeerd van de oplossing die erin zat. Dus dan denk ik, gaan we het nou allemaal politiek maken waar wie gelijk gaat krijgen en welke wethouder en welk raadslid alle eer en noem maar op krijgt, dan zijn we inderdaad over 5 jaar nog niet zo ver. Het was een plan wat beperkt was in middelen, waar mensen hun nek voor uit gingen steken, wat meer mogelijkheden gaf in woningbouw, waar een mooi zwembad kwam en allemaal dat soort zaken. Soms misschien te mooi om waar te zijn, dat weet ik ook niet. Dus eigenlijk is deze motie roept op om daar een beetje anders naar te kijken. Ik denk dat we kunnen kijken naar sommige bewoordingen, meneer Berenpoot, want inderdaad boele 3 klopt niet. Dan kunnen we het met elkaar, nou hoeven niet te schorsen, dus tenminste wij zijn het al met elkaar eens. En dat is wel hoe wij dit proces dan op gang brengen. Ik snap ook nog niet waarom het niet ingediend is, want als het allemaal zo fantastisch is, mag je verwachten dat die mensen die met het mooie plan ook zorgen dat het proces gaat lopen. Maar de boodschap naar de wethouder is een andere boodschap met deze motie dan de boodschap die er lag om te gaan renoveren. En dat is de strekking van het verhaal, met meteen verder te gaan onderzoeken of dat plan wat rijp is, of in ieder geval wat nog niet ingediend is, laat ik het goed zeggen, een leven te laten leiden. Ja, dank u wel. Mevrouw Manstam, wilt u nog iets opmerken? Het lijkt net alsof ik maar een heel klein tijdje krijg, zoals u het zegt. Begin dan. Daar zorg je toch zelf voor. Ja. Oké. Okay. Goed, ik ga beginnen. Ik geef u graag het woord. Oké. Afgelopen donderdagavond, 2 september, waren we aanwezig bij de goed georganiseerde en druk bezochte bijeenkomst over de plannen met betrekking tot de Zeehoek, gecombineerd met woningbouw. Mooi dat de bevolking van Werven zo betrokken is en eens te meer werd duidelijk hoe groot de woningnood is, met name voor starters. Maar ook de roep om betaalbare seniorenwoningen werd gehoord. Dat die behoefte er is, dat heeft de PWF heel mooi gezegd, daar zijn we het allemaal mee eens. Naar aanleiding hiervan liggen er nu 2 moties, eentje van de VVD en van de gemeentebelangen. Voorzitter, u heeft natuurlijk de moties achterop niet allebei toe laten lichten. Maar mijn verhaal is eigenlijk wel geënt op beide moties. En mocht het zo zijn dat ik de gemeentebelangen hiermee straks tekort doe, dan kan ik dat altijd nog in mijn termijn met die motie kan ik het goed maken. We hebben in ieder geval over deze 2 moties de volgende opmerkingen. Wat ons betreft zijn we voor het opschorten van het renovatieproces. Alhoewel het zwalkende beleid, als het over dit dossier gaat, waar we allen verantwoordelijk zijn op dit dossier, in onze ogen geen schoonheidsprijs verdient. En het is ons eigenlijk een doorn in het oog. Echter, we vinden de draagvlak onder de bevolking ook van belang. Tweede punt. Als er dan een nieuw zwembad moet komen, willen we pleiten voor een sober, klein en duurzaam bad. Slechts een lokale voorziening waar zwemles gegeven kan worden, baantjes getrokken kunnen worden door volwassenen en ouderen en een pierenbadje voor de kleintjes. Dus kleinschalig. De gemeente heeft gewoon geen geld voor grotere ambities. We zullen
de tering naar de nering moeten zetten. 3. En als er dan toch gepraat gaat worden, als er eventueel een meerderheid is met de provincie, de dorpsraad en de ontwikkelaars, willen wij dat er zoveel mogelijk echt goedkope huur- en koopwoningen gebouwd gaan worden. Liefst onder de 2 ton. Want wat goedkoop is, is tegenwoordig een rekkelijk begrip. We vinden het geen goede zaak, en het hebben verschillende al opgemerkt, dat het college naar de ontwikkelaars moet stappen. Het lijkt ons dat dit andersom moet gaan. En tenslotte een paar vragen aan het college. Wij hadden ook die vragen over de aanbestedingsregels, die ik bij 2 andere raadsleden heb gehoord, en waar we trouwens van tevoren ook al schriftelijke vragen over gesteld hebben. Die hadden we ook en we willen graag daar de wethouder nu over horen. En dan de 2e vraag. Er wordt steeds gesproken over de Werven-Soofse projecten, de Tegel en de Kaag. Wij zijn echter benieuwd naar de consequenties voor woningbouwprojecten in andere kernen. Komen die hiermee niet in gevaar? En misschien is dat ook handig, tenminste belangrijk, voor de andere raadsleden om hierover na te denken. Want ons bekruipt namelijk toch het gevoel dat de kern die het hardst aan de weg timmert, voorgetrokken wordt. Graag een reactie van het college, want we weten natuurlijk allemaal, er is woningnood, maar dat is natuurlijk niet alleen maar in Werven-Soof. Dat is in al die 17 kernen die we hebben. En u ineens, hartstikke goed van Werven-Soof dat ze dat doen, dat ze zo aan de weg timmeren. Complimenten. Maar dat leeft natuurlijk ook in die andere kernen, dus daar zitten wij echt mee. Verder wachten wij het debat. Nou ja, ik heb natuurlijk al verschillende dingen gehoord en de reactie van het college af. En ik wil nog 1 opmerking maken van de CDA. Die hadden het over of de motie aanhouden. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Voorzitter, dat was het. Ja, dank u wel. Meneer Nijs. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij waren bij de bijeenkomst en vonden ook een op zich hartstikke goede bijeenkomst. Veel informatie, ook goed het gesprek met de inwoners uit Werven-Soof te horen. En zoals wij eerder ook hebben aangegeven, vinden wij het plan van de bouwers best wel iets om serieus naar te kijken. Het is een mooi plaatje, het is een inbreilocatie, het zwembad verplaatst, op zich best wel reëel. Wat we eerder wel genoemd hebben, en meneer Mees stelde heel terecht vragen, van ja, is er nu officieel een plan ingediend? Want tijdens die avond bekroop me ook een beetje het gevoel dat de inwoners zoiets hadden die erbij waren. Van hoe heeft de raad in vredesnaam voor een renovatievariant kunnen kiezen? Maar wij hadden de keuze tussen een variant van 5,5 miljoen tussen 13,5 miljoen. En nu ligt er een plaatje van 7,7 miljoen. Punt 6, bijna. Maar dat is natuurlijk wel, dat plaatje kan je neerleggen. Maar we hebben nog niet getoetst, tenminste wel als raad, als college niet, van klopt dat plaatje ook? En dat vind ik echt een belangrijke. Want dat is natuurlijk een wezenlijk verschil waarop je een besluit kan nemen. Dus daarin vind ik echt dat zwaarwegend van, goh, is het ingediend? Even kijken. En daarnaast wil ik ook noemen dat een tijdje geleden heeft de wethouder, ik zit eigenlijk meer op het zwembad, dus woningbouw weet ik iets minder, zei de wethouder van, goh, we gaan nu met de Zeehoek aan de gang, maar dat kan juist een risico vormen voor de Tegel. Nou ja, waar dat precies aan lag, weet ik niet. Maar ik ben wel benieuwd of de wethouder daar iets over kan zeggen, want nu probeert de VVD het aan elkaar te koppelen en ik weet niet of dat juist averechts kan werken. Ik ben gewoon benieuwd van, hé, hoe zit dat? Dus dat wachten we even af. Dat is een abrupt einde. Prima. Meneer Gennaert. Dank u wel, voorzitter. Urgentie, dat is het woord wat bij ons wel is blijven hangen na de avond in de DAS. Urgentie is aangetoond van alle kanten. Het was een goede avond waarin de VVD duidelijk liet zien wat hun koers is. Meer woningbouw en zo snel mogelijk. Maar de VVD is daar niet uniek in. Dit wordt door alle partijen wordt dit eigenlijk gepredikt hier. We willen allemaal dat er meer woningen bijkomen. Dit om de vraag te voorzien van de starters, oudere gezinnen en ook eenoude gezinnen. Het was een volle bak. De inwoners hadden veel verwachtingen van de door de VVD georganiseerde avond. Hoe wrang was het dat de stemming 180 graden draaide toen wethouder Van Lange de doorlooptijden aan iedereen schetste. Nog 3 jaar, minimaal. Mijn vraag aan de wethouder is, kan dit niet sneller en hoe zou dit dan sneller kunnen? En hoe om te gaan met de Tegel?
Is de deur dicht? Is de deur open? Is die op een kier? Is er al een formele toezegging van de gedeputeerde Logge? Maar er was nog een plan. Het Zeehoekterrein. Complimenten voor de initiatiefnemers. Een mooi plan met een mooie mix aan woningaanbod. Starterswoningen van 177.000 euro. Wel even bedenken, komt nog 21% bovenop. Dus dan zit je al dik boven de 2 ton. Dus ook daarin verwachtingen managen naar de inwoners. Aanwezigen waren dus ook echt enthousiast. Maar wat zou de doorlooptijd zijn van dit plan? Ook een vraag aan de wethouder. Maar er is inderdaad ook wat vreemds aan de hand. In mijn gesprek met de initiatiefnemers, wat ik in april al heb gehad, heb ik ook gevraagd van neem nou contact op met het college. Ga nou samen met het college optrekken. En dat hebben ze opzij gelegd. Later hebben ze hier ingesproken, wederom de vraag neergelegd van gaat het nou doen, naast zich neergelegd. En nu komt het via een motie, komt het bij ons te liggen. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Want wij moeten niet als raad gaan zeggen van deze combinatie moet het gaan bouwen. Nee, dat moet vanuit eigen initiatief komen. En dat is niet het initiatief aan de raad. Dus het lijkt nu ook inderdaad alsof de indieners eigenlijk al een voorkeurspartij hebben. Nou, dat moeten we volgens mij niet willen. Dit plan behelst ook een nieuwbouw van een stevig gesubsidieerd zwembad. Ook hier kunnen we niet aan voorbij lopen dat dit aanbesteed moet worden. 7,6 miljoen is Europees aanbestedingsplichtig. En het moet zo aanbesteed worden dat niet de uitkomst al bekend is. Wat ons betreft zetten we de renovatie dan ook tijdelijk op het rangeerterrein. Daarmee komt straks eigenlijk ook onze motie die dat ook eigenlijk probeert te krijgen. Dit plan, even kijken, in de motie wordt gesproken over subsidiemogelijkheden. Maar is het reëel dat wij in aanmerking komen voor deze subsidie? Want in de mailwisseling die de heer Berenpoot ook aan ons allemaal heeft gestuurd, stond ook bij dat minimaal 60% sociaal moet zijn. Maar de vraag is of dat ook echt realistisch is. Ook in diezelfde mailwisseling stond, half september moet dit ingeleverd worden. Kan de gemeente dit ook echt wel redden om op zo'n korte termijn die subsidieaanvraag te doen? Verder willen wij van de wethouder heel graag weten wat is de impact van de andere plannen. Denk hierbij aan Houwert, Twisk, Zwaagdijk-West, Abbekerk. En tot slot nog een vraag inderdaad van aan de indiener eigenlijk. Van waarom moet er via een motie verzocht worden om in contact te treden? Waarom doen de initiatiefnemers dat niet zelf? Hier hebben ze echt al heel lang de tijd voor gehad. Dit plan had al een half jaar hier op het gemeentehuis kunnen liggen. En dan moet het nu in alle snelheid moet dit gedaan worden. Dat is onnodig. Had niet gehoeven. Dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Berenpoot, uw collega's gehoord hebbende. Ja, één ding vind ik nogal frustrerend. Iedereen zegt, ze hebben geen plan ingediend. En al de mensen die dat roepen, hebben blijkbaar een bijzonder slecht geheugen. We hebben hier een ronde tafelgesprek gehad. Op het eind van het ronde tafelgesprek zei meneer Tol, ik ga graag met de wethouders in overleg. En wat zeiden de wethouders? Dat kan niet. Want er is een andere motie of een ander amendement aangenomen. Oftewel, ze wilden wel, maar ze mochten niet. En dat wordt nu door vrijwel de hele raad tegen hun gebruikt. Nou, dat vind ik bijzonder. Punt van orde, voorzitter. Dit wat meneer Berenpoot hier schetst, dat klopt natuurlijk van geen kant. En dat, meneer Beuker, leest u, luistert u het maar eens terug. We gaan verder met uw betoog, meneer Berenpoot. Dus ja, het is heel vreemd. Ze willen dolgraag. Als de wethouders nu zeggen, we gaan met ze in gesprek, dan staan ze morgen op de stoep. Dat beloof ik. En dan dienen ze het plan in. Maar dat mocht niet, want er was een andere opdracht. Dat heb ik overigens in mijn intro ook aangegeven. En daar heeft niemand op gereageerd. Sorry, Silva. dan het plan. Wij willen met z'n allen participatie. Daarom hebben we die avond georganiseerd. Er waren 200 mensen. Die hebben allemaal actief meegedaan. Participatie is maximale aandacht aan besteed. Dan meer woningen. En in het bijzonder meer starterswoningen. In dit huis, in dit plan, zitten 91 woningen... waarvan een hele hoop in een hele aantrekkelijke prijsklasse. Tijdens de vergadering is er gezegd, wij willen appartementen.
Wij hebben goed geluisterd. Er wordt door meneer Beuken gezegd dat er niet geluisterd wordt. Er wordt juist wel geluisterd. Wij hebben gezegd, in de motie is verwerkt dat we ook naar appartementen gaan kijken. Dan de locatie van het zwembad. Er wordt gezegd, is de locatie van het zwembad wel goed? In de motie staat dat we ook naar de locatie van het zwembad gaan kijken. Als het zwembad niet op de Zeehoek hoeft, betekent dat er meer grond beschikbaar is. Daar kunnen dus meer huizen op, vangen we dus meer voor de grond. En kunnen we dat wat we vangen voor die grond, kunnen we inzetten op het zwembad op een andere plek te zetten. Wij zeggen niet, het moet per se daar komen. Wij zeggen, haal informatie op en ga met die informatie een keuze maken. Dan hebben we het over de penibele financiële situatie van onze gemeente. Het huidige zwembad is dusdanig op het Zeehoekterrein gesitueerd dat verdere ontwikkeling van het terrein nauwelijks mogelijk is. Natuurlijk kunnen er varkens gehouden worden. Natuurlijk kunnen er tiny houses gebouwd worden. Maar dat zorgt niet voor een financiële injectie van onze gemeente. Door het plan van ontwikkelcombinatie de Zeehoek zal de grond verkocht kunnen worden en naar schatting iets meer dan 2 miljoen opbrengen. De grond is vrijwel afgeschreven, dus dat is echt een positief bedrag voor de gemeente. Het hoeft geen betoog dat de gemeente dit zeer goed kan gebruiken. Naast de opbrengst van de grond zijn er door de kopers ook leseskosten verschuldigd en daarnaast zal de gemeente structureel OZB ontvangen. Bij een gemiddelde bouwsom van 2 ton en een lezerstarief van 3,1% levert dit alweer 625.000 euro extra op. Dan de subsidie. Meneer Gringhuis heeft helemaal gelijk. Het plan loopt op 15. Het Rijk stelt subsidie beschikbaar om extra woningen te kunnen bouwen. Het huidige plan loopt op 15 september af. Dat is volkomen waar. En het is ook duidelijk dat wij die deadline niet gaan halen. Dus daar zullen wij niet onder vallen. Alleen wij achten het niet onmogelijk dat die subsidieregeling verlengd zal worden. En als die verlengd wordt, dan betekent dat voor plannen voor meer dan 200 woningen wordt er subsidie gegeven. Worden er behoorlijke subsidies gegeven. Natuurlijk moet het aan voorwaarden voldoen, maar we kunnen het op zijn minst onderzoeken. Als we het niet onderzoeken, weten we zeker dat het niet lukt. Zoals gezegd is de VVD een groot onderzoek van het een voorstander van het onderzoeken van dit alternatieve plan. Zodra dit plan onderzocht is, kan het college de diverse opties aan de raad voorleggen en kan deze een weloverwegen en verstandige oplossing maken. Er is gezegd, punt 3, dat moet je niet aan het zwembadbestuur verzoeken. Als dat aan het college verzocht moet worden, heb ik daar geen enkel probleem mee. Dan verzoeken we het aan het college. Als er meer textuele wijzigingen aangebracht moeten worden, dan doen we dat. Maar het gaat natuurlijk niet om de tekst. Het gaat om de intentie om dit plan te onderzoeken en woningen werven zo, extra woningen werven zo te bouwen. Er is ook geen wantrouwen richting onze wethouder. Er zijn allerlei vragen aan haar gesteld. Daar zal ze straks op ingaan. En dat kunnen we met z'n allen meenemen. Nou, dan wordt er gezegd dat de VVD wacht tot de verkiezingen. Nou, dat is pertinente onzin. Dit plan is al een jaar terug op tafel gelegd. Alleen doordat er maar geen schot in komt, al een jaar lang niet, gaat het steeds meer naar de verkiezingen toe. Dat hebben wij absoluut niet gewild. Van ons, wat ons betreft, had het al lang onderzocht geweest. Dank u, voorzitter. Goed, dan ben ik zo vrij om de eerste termijn nu echt af te sluiten. Mevrouw Van Lange, er zijn wat vragen gesteld. En volgens de heer Berenpoot gaat u daar antwoord op geven. Voorzitter, mag er heel even geschorst worden voor een kleine pauze. Maar we spreken wel af dat we dit afmaken, hè? Ja, oké. Gaat u gang. Nee. Nee, dat red je nog wel. Is het de bedoeling dat ik alleen de vragen beantwoord of wilt u ook de mening horen? Ook de mening? Is maar dat de raad heeft de voorzitter ook op zijn hart tegen hem gezegd, gedrukt,
dat die wethouders wel erg lang aan het woord zijn. Dus beperk u eigen. Oké. Nou, dan even kort de mening. Er is grote behoefte aan woningen, u zei het al. We hebben natuurlijk 17 kernen en we zijn bezig met een inhaalslag. Op basis van uw raadsbesluit is inmiddels de planontwikkeling voor de Tegel en TV De Kaag opgestart. Maar ja, vanwege de personele capaciteit zijn we eigenlijk pas na een aantal maanden ingeslaagd. En dat is eigenlijk ongeveer nu sinds een maand dat we daar echt actief mee aan de slag kunnen. Hoe gaat dat nou in onze gemeente? Er zijn natuurlijk heel veel plannen en voor het opstarten van die plannen heeft de gemeente de initiatieventafel in het leven geroepen en een door uw raad vastgesteld afwegingskader. De ontwikkelcombinatie De Zeehoek kan, zoals ook andere partijen doen, een verzoek tot een quickscan indienen bij de gemeente, zodat we het plan kunnen toetsen aan het afwegingskader. En als daaruit voorkomt dat het plan kansrijk is of kansrijk onder voorwaarden, dan kunnen we een goede afweging maken over het vervolg. De gemeente zal contact opnemen met de ontwikkelcombinatie over deze procedure en we zullen de raad informeren over de uitkomst van de beoordeling. Afhankelijk van de uitkomst zullen we kijken naar de mogelijkheden voor de integratie van onze projecten. En ja, vervolgens kunnen we in onze gesprekken met de provincie deze motie en de advisering meenemen. Ten tweede, het gevraagde onderzoek naar de Zeehoek zal extra tijd, capaciteit en geld kosten. De ontwikkelcombinatie De Zeehoek zal gevraagd worden deze kosten te dragen. Uitgangspunt is dat de gemeente opdrachtgever wordt van het onderzoek. Wij hebben de expertise niet in huis, dus zal in goed overleg met de initiatiefnemers een bureau worden geselecteerd en een opdracht worden geformuleerd. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. Concluderend, wij kunnen deze motie omarmen, mits we het extra werk zoveel mogelijk beperken door gebruik te maken van de werkwijze die ik zojuist heb beschreven en die is ingericht voor alle woningbouwinitiatieven. En met het uitgangspunt dat de initiatiefnemer alle kosten betaalt die dit met zich meebrengt. Ja, mits dus, voorzitter, en ik wacht het oordeel van uw raad af. Dank u wel. En dan de vraag. De grond is van de gemeente en die kunnen wij aan een bepaalde combinatie van partijen gunnen op basis van een gevalideerde taxatie. We mogen dat absoluut niet onder de getaxeerde waarde gunnen, want dan is er sprake van staatssteun. Dus daar zijn gewoon bepaalde procedures voor. Er was ook een vraag over het zwembad. Kijk, dat moet dan in het onderzoek meegenomen worden. Ik heb het nu over grond. Nou, dan was er een vraag over waar wij bouwen. Nou, er zijn natuurlijk 5 plannen dit jaar opgestart. Dat is Assonia in Andijk. En ook een plan in Cyber-Karspel. Dan hebben we natuurlijk net de anterieure overeenkomst voor Molenblik getekend. We zijn bezig bij DEC. We zijn bezig achter het lint in Zwaagdijk Oost. We zijn bezig met de afronding van de Tripkou in Midwoud. We zijn bezig met de Perenlaan in Zwaagdijk West. Althans, dat doet de ontwikkelaar. Dat heeft hij ons ook opgedragen. Dan zijn we bezig in Howard met een plan. Dat is nog echt in de initiatieffase. We zijn in Abbekerk aan de slag. Dan zijn we bezig in Bloesemgaarde Noord in Wognum. Nou, het kan zijn dat ik nog iets vergeten ben. Dit zijn vooral al de plannen waar dus projectleider mee bezig zijn. Maar een projectleider kan dat niet alleen, want je hebt ook mensen nodig op grondzaken en mensen die zich bezighouden met groen, want alle plannen, vooral buitenstedelijk, worden door de provincie hele hoge eisen gesteld, bijvoorbeeld aan de duurzaamheid en de inrichting van de groene ruimte. Kan dit versneld worden? Nou ja, dit is voor ons horen heeft, zeg ik dan altijd, maar 1 grote kern. Wij hebben 17 kernen. Dat helpt ons niet. Overal is woningnood en iedereen wil de jongeren in het dorp houden. Nou, u zult dat ongetwijfeld herkennen. Hoe kunnen we het versnellen? Nou, er zijn heel veel vacatures die steeds moeilijker zijn in te vullen. Dus hebben we de projectleiders ingevuld, dan zitten we vervolgens weer bij de afdeling openbare ruimte, waar er nog weer vacatures zijn. Noem het allemaal maar op, ook op groen.
Ja, om maar een voorbeeld te noemen, ik zoek nog een aantal afdelingshoofden, dat zou ook helpen. Dus dat kan inderdaad de boel wel wat versnellen. Voor de rest zoveel mogelijk, maar ja, dan wordt weer gezegd, ja, is dit uw stokpaardje? Ja, we moeten ook zoveel mogelijk aan de markt overlaten, want we kunnen niet alles controleren. We moeten meer gaan faciliteren. U zei het al met die skatebaan. Nou ja, ik denk dat dat ook een mogelijkheid is om te versnellen. De subsidieregeling, nou, dat heeft meneer Berenpoot eigenlijk al beantwoord, die loopt inderdaad af. Inderdaad, wij hebben een vacature voor een subsidie-expert, die hebben we niet tijdig kunnen invullen. We hebben dit dus niet op kunnen pakken. Ik vind het wel... Het is het eerlijke verhaal. Ik hoop dat we dat wel bij een aantal projecten kunnen doen. Want het is ook een kans. Maar ja, we hebben gebrek aan veel dingen. En dat heeft u al een aantal keren gehoord. Nou, dat even de vragen. Goed. Wat wilt u vragen? Ik had toch wel even een vraag. Want het was voor mij niet helemaal duidelijk. U ging wel in op die projecten in die andere kernen. Maar mijn vraag was, als we hier nu mee aan de gang gaan, want we hebben natuurlijk ook allerlei mensen in die andere kernen, komen dan deze projecten niet in gevaar? Nou kijk, dat is eigenlijk met die omgevingswet, want dat is ook nog even iets wat aan de hand is. We zijn eigenlijk aan het verbouwen met de winkel open, dus we hebben nu die initiatieventafel om te kijken om elk initiatief wat binnenkomt. Ja, en er zijn veel ontwikkelaars met initiatieven om die integraal te beoordelen. Dus elke maand is er zo'n tafel en als ze dat indienen, heeft u nu van mij de toezegging dat we dat gewoon daar gaan bespreken en dat we dan zeggen en dan doen we een oordeel, is het kansrijk? Kansrijk mits of niet kansrijk. En als het niet kansrijk is, dan moeten we inderdaad niet allerlei vervolgstappen gaan zetten. We moeten onze energie natuurlijk wel richten op de kansrijke projecten. Dat is de bedoeling van die initiatieventafel. Het is een toezegging van u. Ik heb gezegd van, nou ja, op basis van dit verhaal zou dat de aanpak zijn. En dat moet hem ook zijn. En het moet ook allemaal betaald worden door de initiatiefnemer. Want wij hebben er geen extra geld en capaciteit voor over. Dit is zoals we het kunnen doen. Het is een terugkoppeling van een bestaande procedure die u hoort. Kort graag. Ik had nog de vraag gesteld over de tegel. Is er nu deur open, deur dicht, deur op een kier, of is er een toezegging al vanuit de provincie? Nou ja, dat is in de VVRE hebben we zo'n hele lijst. Ja, u wordt daar binnenkort over geïnformeerd. En dan heeft het een kleurtje. En in dit geval is volgens mij het kleurtje blauw. Maar dat is uit mijn hoofd dat we erover in gesprek zijn. En meer dus eigenlijk niet. Dus dat zal ook nader besproken moeten worden. En dat is eigenlijk ook wat we willen doen als dit een kansrijk project is. Dus wel in die volgorde. Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen? Meneer Zuilenmaker. U heeft in het verleden gezegd dat de tegel lastig zou worden als we eerst aan de Zeehoek beginnen. Want dan tonen we aan dat we dus wel binnen de kern kunnen bouwen. En dan wordt het voor de tegel lastig omdat dat buiten de watercommissie is. Is dat nog steeds hetzelfde? Ja, het beleid van de provincie is nog steeds dat binnenstedelijke plannen voor buitenstedelijke plannen gaan. Dus dan zal je inderdaad moeten kijken van, zijn er voordelen aan een integrale benadering en gaat de provincie daarin mee? Dat is dan hoe je ernaar zal moeten kijken. Want ja, de tegel is 130 woningen. Ja, dan is het een rekensommetje wat we het eerste willen gaan doen. Goed, we gaan... Voorzitter, ik was nog niet klaar met vraag, maar de heer Zuidermaker had een aanvulling op de vraag. Ja, dat is heel slim van u. Nou, tweede vraag en dan is het klaar. In de motie staat nu eigenlijk van ja, contact op te nemen met de Zeehoek-combinatie. Maar u geeft eigenlijk ook aan van ja, eigenlijk gewoon een quick scan te gaan doen. Maar ik neem aan dat dat dan ook wel de strekking is. Hè? Want nu lijkt het alsof wij als raad gaan kiezen van de Zeehoek-combinatie heeft onze voorkeur. Maar ik hoop wel dat het college ook dezelfde mening heeft toebedeeld dat zij eigenlijk nog steeds de initiatiefnemers zijn. En zij dus eigenlijk ook met het plan naar de organisatie moet komen. En deze motie heeft de oproep van wij sturen ons college naar de Zeehoek-combinatie om eigenlijk zich helemaal van het plan te laten informeren. En
Dat is volgens mij toch niet de weg die we moeten gaan doen. Nee, en daarom zeggen wij, wij kunnen dit eigenlijk, zeg ik ja, mits, als zij zich gewoon voegen in de reguliere procedure die wij daarvoor hebben. Ook om zo min mogelijk extra werk te hebben. En te kijken wat er dan wel kan. Nou ja, dat is dus die quickscan. En dan wie dan wie benadert, maakt me niet zoveel uit. Als we niet over 3 maanden zeggen, er is weer niks gebeurd. Dan denk ik van, nou ja, een telefoontje van, u kunt de quickscan in het formulier staat op de website. Dat kunnen wij wel toezeggen. Ik heb nu 2 manieren meest. Gaat u gang. Okay. U bent er wel mee eens dat als de tegel in ontwikkeling zou komen, dat het op zijn minst 5 jaar duurt voordat er ook echt daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Als alle procedures doorgelopen zijn. Nou kijk, en dat is inderdaad de afweging die je moet maken. Een buitenstedelijk plan, daar zitten meer hobbels en meer eisen. Duurzaamheid, qua landschappelijke inrichting, qua klimaatneutraliteit, dan een binnenstedelijk plan. Dus het kan inderdaad zijn dat wat makkelijker gaat, omdat de provincie inderdaad wat minder hoge eisen stelt. Goed, meneer Mens. Dus kunnen we concluderen dat we dus, als we de Zeehoek in ontwikkeling nemen, dat we dus zeg maar binnen 2 jaar kunnen bouwen? Nou, nu doet u net, of ja, volgens mij is het ook de naam van de zwembad wat er staat, waar je ook nog mee te maken hebt. En dat is wel even een obstakeltje. Ja, maar het gaat er wel om dat er wel gebouwd moet gaan worden. En waar kunnen we eerst bouwen? De tegel of de zee, waar het snelst kan? Ja, duidelijk. Dank u wel. Meneer Meester, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u. Ja, in feite hoor ik de wethouder zeggen, dank voor uw betoog overigens en de antwoorden. Dat puntje 1, dat klopt dus, hè, zoals het in de motie staat met de provincie in overleg om te kijken of de tegel en het Zeehoekterrein integraal kunnen worden aangepakt. Hè, in het kader van het aantal woningen dat nog gebouwd mag worden in deze kern. Maar ik hoor u eigenlijk ook zeggen, tussen neus en lippen door, ik heb die motie eigenlijk helemaal niet nodig. Want de indiener of de initiatiefnemers kunnen het plan indienen bij op de initiatieventafel en dan komt er een quickscan en dan gaan we ermee verder. Dus in feite kunnen we deze motie hetzij aanhouden of intrekken en vervolgens de motie van gemeentebelangen aannemen zodat het mooi volgtijdelijk loopt. Want de derde vraag is nog, die ontlokte meneer Berenpoot mij, want u heeft zelf gezegd, naar de aanleiding van de presentatie, ik heb een opdracht van de Raad. Het is overigens een voorstel van het college geweest die de Raad in meerderheid heeft omarmd. Hè. Ik zeg dat nadrukkelijk omdat niet iedereen het daarvoor stemde, om dat maar weer voor te zijn. Maar nu zegt meneer Berenpoot, zij mochten het plan niet indienen. Maar dat snap ik niet, want het staat toch in ieder vrij om een principeverzoek in te dienen. Of heb ik dat nou verkeerd begrepen? Dank u wel. Ja, want weet je wat het is met die principeverzoeken? Je moet wel zicht hebben op dat je die grond krijgt. En als wij niks met die grond kunnen omdat dat zwembad er blijft staan, dan, dus je houdt elkaar een beetje in de tang. En wij hebben ook geen opdracht om met dat plan aan de gang te gaan. Dus we zitten dan maar de grond is van de gemeente, heeft u net gezegd. Het is van de gemeente, maar wij hebben dus nu niet onderzocht of dat zwembad wel of niet en of dat anders kan. Okay. Maar we weten ook sinds 2008 al dat daar gewoon gebouwd kan worden. Dat weten we al. Hè? Maar ik bedoel, het gaat mij er meer om dat we ze eigenlijk, want daar hebben we dan nog wel eens over dat verhaal van mag dat dan wel, mag dat dan niet. Maar het gaat mij er nu om, hebben wij nu deze motie nodig om het in gang te trekken? Of zegt u, nee hoor, dit is helemaal duidelijk. De ontwikkelcombinatie kan het plan nu echt in gaan dienen. Dan komt het op de initiatieventafel en dan gaan we ermee verder. Quickscan, bla 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 bla. Volgt tijdelijk. En het liefst dienen ze hem nog voor het weekend in. Dan gaat hij ergens halverwege, tweede helft september of eerste helft oktober. Dan komt hij op de initiatieventafel, wordt hij beoordeeld en dan gaan we ermee verder. Dat begrijp ik uit uw woorden. Nou, wat mij betreft hebben we dan de motie niet nodig. Ik weet het, in die zin is dat zo. Dit is natuurlijk wel hogere wiskunde in de politiek. Maar ik heb in feite een andere opdracht. Ik heb 5 plannen met u afgesproken. Dus ja, daar heb ik al mijn energie voor nodig. Als u zegt van, nou ja, probeer met zo min mogelijk energie nog dit te onderzoeken. Dan zeg ik, nou, dan doen we dat volgens de reguliere procedure.
En dan doen we vervolgens, kijken we wat eruit komt, of een vervolgstand. Ja, de laatste vraag, voorzitter, is dan dat meneer Beerpoot ook terecht stelde dat er geld in het laadje kan komen voor de gemeente, om het zomaar even te zeggen. Die 2 miljoen waar we het over hebben, u zegt terecht dat moet een gevalideerde taxatie zijn, hè, op basis waarvan die grond eventueel gegund kan worden aan deze combinatie. Ja, dan wel, ja, of nee, of niet. Maar dan zou dat eigenlijk toch gewoon inhouden van, jongens, deze motie is eigenlijk te vroeg. We moeten dat nog taxeren. We moeten daar nog mee aan de gang. Grond is van nee, maar we gaan er niet mee aan de gang als die motie er niet is. Want ik bedoel, maar waarom zouden we dat? Zou ik dat zomaar? Ja, ik ga dat zomaar maar doen. Maar dat snap ik, voorzitter. Dat snap ik. Maar dan nog, er zitten wat haken en ogen aan de teksten. En de heer Berenpoot zegt wel, dat vind ik niet helemaal terecht, van ja, het gaat niet om de tekst, het gaat om de geest van de motie. Ja, dat zeggen we wel eens in de politiek. Maar hier staat toch echt wel zwart op wit wat er moet gebeuren. En dan denk ik, ja, ik weet niet of dat de weg is. En de motie is, die kan het college ook naast zich neerleggen. Ik heb dan veel liever dat we zeggen, naar aanleiding van deze discussie in het plan dat straks ingediend wordt en op de initiatieventafel terechtkomt en met de quickscan en alles wat er nakomt, dat we dan bij de begroting een afweging kunnen maken. Straks ook nadat de motie van gemeentebelangen mogelijk aangenomen wordt, dat we bij de begroting een afweging kunnen maken. Hey, 2 miljoen of 2,2 miljoen, want dat hebben we dan ook in beeld na die gevalideerde taxatie. En nu kunnen we stappen maken met dat plan. En dan ben ik het geheel eens met meneer Meester van de BAM, die zegt, ja, als we daar het eerste kunnen bouwen, we zijn het allemaal eens, er moet zo snel mogelijk gebouwd worden. Er zijn mensen van rond de 30 jaar, die wonen nog bij pa en moe, die willen onder die vleugels vandaan. En dat is niet alleen in Wervershoofd zo, dat weten we allemaal. Dus goed. Mevrouw Verlangen, heeft u een kort antwoord voor meneer Meester? Ja, kijk, ik vind het wel een wonderbaarlijk betoog. Want ineens moet ik dus nu voor de begroting al een onderzoek doen. Kijk, wat ik dus zeg is, we hebben geen capaciteit, we hebben geen handjes, we hebben geen geld. Dus we moeten, op deze manier kan het. En eigenlijk alleen op deze manier. En ook dat vooral die kosten vooral gedragen worden door die ontwikkelcombinatie. En ik weet niet of ik dat voor de begroting allemaal red. Dus ik zou gewoon zeggen, met deze uitleg, ja, mits. En als u dat wil, als u dat niet wil, dan moet u hem niet aannemen. En als u dat wel wil, dan moet u hem wel aannemen. Voorzitter, ik spreek niet uit dat de wethouder opeens een onderzoek moet doen voor de begrotingsbehandeling. Dat spreek ik niet uit, dat zegt deze motie. Dat is de geest van deze motie. En ja, zo spoedig mogelijk. Nou ja, daar is helemaal geen termijn bij. Nee, maar goed, mevrouw Verlangen of de wethouder, die vult het zo in. Ik eigenlijk ook, want dat willen we. Ja. Alleen, waar gaan we dan nu naartoe? Ja. Hebben we daar nou echt die motie voor nodig? Waar gaan we naartoe? Dat vind ik een filosofische vraag. Mevrouw Verlangen, dank u wel. Voorzitter, ik had nog een vraag. Werkelijk? Ja. Komt u maar. Nou, ik ben wel verbaasd eerlijk gezegd, voorzitter. En mijn vraag aan de wethouder is ook van, u gaat wel een beetje voorbij aan het feit dat daar natuurlijk wel nog een zwembad staat op die locatie die gesubsidieerd wordt door onze gemeente. En ik hoor u daarin helemaal niet over. En dat ondermijnt in feite de plannen die hier op dit moment voor liggen. Nou ja, weet u, ik heb gewoon ambtelijk advies gevraagd en dat leg ik nu voor op de motie, op de beslispunten van de motie. En dat is dit advies. En en op die voorwaarde kunnen we daar naar kijken. En dan moeten we dus ook die zwembadplannen valideren. En daar is een onafhankelijk onderzoek voor nodig. Nou, dan ga ik mij weer herhalen. En dan moeten we die expertise inhuren. En dat moet vooral die combinatie doen. Wij niet, want wij hebben die mensen niet in huis. Nee, maar wij zijn toch als gemeente, wij zijn op dit moment eigenaar, of in ieder geval wij subsidiëren dit zwembad. Er zijn beleidskeuzes uitgemaakt. Nou, gemeentebelang komt straks met een voorstel om de renovatie uit te stellen, om dat in ieder geval on hold te zetten tot de begroting. We weten ook met z'n allen dat we financieel op zwart zaad zitten. En daarom snap ik niet dat u in de geheel de strekking, ook wat meneer Meester zegt, in deze motie staat nogal wat. U kunt ook de besluitvorming, dat is aan u, hè? U kunt ook zeggen, nou ja, wij vinden er nog te veel onzekerheden in zitten, maar dan ga ik u een politieke wij wachten dat af. Het is dat is uw keus. Dit is het ambtelijk advies wat ik voorleg. Ja, achter ambtelijk advies, voorzitter, maar dan snap ik de wethouder niet. Ik hoor de wethouder continu zeggen richting initiatiefnemers, dien uw voorstel in via de reguliere weg. En nu omarmt u in feite een motie waarin staat waar de omgekeerde weg eigenlijk wordt bewandeld. En dat begrijp ik niet. Nou, misschien staat in die motie dat, maar zoals ik hem uitleg. Ja,
Is er geen spel tussen? Voorzitter, misschien staat in die motie dat. Maar dat is dus de essentie van het verhaal. Ik heb het gevoel, voorzitter, dat er onder bepaalde druk u meegaat onder deze motie. Nou, ik kan u echt zeggen... Terwijl dat wij willen allemaal in medeblik dat er zo snel mogelijk woningen worden gebouwd. En dat deze ontwikkelcombinatie een goed idee heeft, gaat u via de reguliere weg dat traject bewandelen. En dat zou ik voor elk initiatief doen, meneer Beuken. Alleen de vraag is nu, maar dan komen we weer terug bij het begin. Wat is de reguliere weg? Nogmaals, meneer Tol heeft gevraagd tijdens dat ronde tafelgesprek of hij in gesprek mocht gaan. En daarvan is gezegd, nee, dat kan niet. En daar zijn we al een jaar met allerlei spitsvondigheden bezig. Laten we dit oppakken en er werk van maken. Goed, meneer Nijsing, wat wilt u nog kort opmerken? Ja, ik heb een korte technische vraag, excuus daarvoor. Of in ieder geval, excuus voor de tijd. Kijk, we praten nu over deze motie, daar komt er nog eentje. En ik hoor u eigenlijk zeggen, er ligt zeg maar een kader voor renovatie van het zwembad waar het dwars zit, om zeg maar nu de reguliere weg te volgen. Maar dadelijk, hypothetisch gezien, kan de motie van gemeentebelang worden aangenomen. En ligt een heel ander kader. En daarmee is volgens mij deze hele discussie weggenomen. Omdat je dan het hele verhaal van Berenbad wat een stuk verder gaat, eigenlijk niet hoeft te doen. Maar je opent wel de weg voor die reguliere weg van de bouwers. Ik weet niet of wat mijn opdracht dan is, hè? Als u deze motie verwerpt, dan zegt u eigenlijk, we wachten het af. Ja, ik denk dat u zeg maar dan de discussie gehorende hebbende mee kunt nemen hoe de raad erover denkt. En dat er ruimte ontstaat door die volgende motie om daarop in te spelen. Dat zou u denk ik met de heer Berenpoot moeten bespreken of u hem aan moet houden. Goed. Overigens staat in die motie wordt het woord begroting genoemd. Dat betekent dat er wel een tijdsdruk op komt te staan. Dus, ja, daar gaan we het zo over hebben, meneer Berenpoot. We hebben de wethouder gehoord. Dank u wel voor de toch iets wat uitvoerige beantwoording. Enorm belangrijk. Maar de vraag is even, hebben wij nou echt nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, en een schorsing alstublieft. Wordt dat breed gedragen? Oké. Hoe lang denkt u te schorsen? 10 minuten? Ja. Oké. En we maken deze moties vreemd af, hè, met elkaar? Ja. Oké. Meneer Gerhuis, u heeft verzocht om een schorsing. Wilt u zo vriendelijk ons meenemen in de resultanten? Ja, we hebben een overleg gehad met een aantal partijen, waaronder de hoofdindiener, de VVD. Daar is uit naar voren gekomen om punt 1 en punt 3 als voorstel te doen om die te schrappen uit de motie van de VVD. Ja. Punt 1 en punt 3 van de motie die we net besproken hebben de hele tijd. Bezoekt het college. Oh. Het staat onderaan, mevrouw Mansman. Ja. Praat verder, meneer Gerda. Dus punt 1 en punt 3 was ons voorstel om die later te vervallen. En punt 2 te wijzigen om zo spoedig mogelijk in contact te treden met de initiatiefnemers om de procedure in gang te zetten. En daarmee wordt dus bedoeld de procedure van de quickscan. Dus dan zijn ze dus zelf, uiteindelijk zijn ze zelf dus ook de initiatiefnemer daarvan richting de gemeente. Dat is eigenlijk wat we de hele avond hier horen. Wij moeten niet de opdrachtgever zijn, de initiatiefnemer moet hierin de opdracht zijn richting de gemeente. Dank u wel. Dat tweede deel van die boelen, dat vervalt dan ook? Bij procedure, daar mag nog het woord regulieren voor. Om de reguliere procedure in gang te zetten. Punt 1 laten we vervallen. De wethouder heeft heel duidelijk toegezegd dat ze met de gedeputeerde in gesprek gaat. En daar zijn we ontzettend blij mee. En dat wordt ook door de hele raad gedragen, dus dat is heel mooi. Punt 2 is dan bekend en punt 3 laten we ook vallen, want er komt straks nog een motie van gemeentebelang. Ja, goed. Voorzitter, ik stelde de vraag of het tweede deel van die
van punt 2, of dat dan ook verviel? Wij gaan ervan uit dat het heel breed onderzocht wordt. Dus ook een andere locatie voor het zwembad, ook appartementen. De motie, zodat die, zoals er, die er nu is, ligt ook bij Ooms. Dus we zullen Ooms benadrukken, nog eens richting Ooms benadrukken, dat ze ook die twee punten moeten meenemen. Ja, maar dat, dus het hele punt 2 blijft staan. Punt 2 wordt om zo spoedig mogelijk in contact te treden met de initiatiefnemers om de reguliere procedure in gang te zetten. We hebben hier heel lang gediscussieerd dus of ze dat al eerder of niet eerder mochten doen. Dus het doen, stukje nou, wat met omdat begint, dat vervalt. Of om hierbij ook dat stuk vervalt. Ik heb een ja gehoord. Goed zo. Nou, dan stel ik voor dat we zo gaan stemmen, tenzij er nog prangende zaken zijn die nieuw zijn, die we nog niet besproken hebben. Dan sluit ik de tweede termijn. Dan vraag ik de griffier nog even of ze een helder beeld heeft bij de beslispunten. Alleen de twee blijven staan. Ja. Is dat voor u allen nu helder? Mooi. Meneer Berenpoot, wilt u de motie zoals die gewijzigd is in stemming brengen? Graag, voorzitter. Oké, dank u wel. Dan ga ik ervan uit dat de raad dat ook wil. Prima. Is er nog iemand die vooraf een stemverklaring wil afleggen? Nee? Dan gaan we de gewijzigde motie in stemming brengen. De vraag is, wie stemt voor de gewijzigde motie B, woningnood Bervershoof? Alle 27 raadsleden. Het is overeenkomstig besloten.